Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is Ronan en ik heb vandaag gewoon goed nieuws. Jullie horen het al aan het muziek. Ik ben vandaag in Mindtopia, want ik heb laatst een gesprek gehad met David over mijn nieuwe taak in Mindtopia. Het is nog niet officieel rond, omdat ik zelf ook nog moet wachten totdat David ontslag neemt. Maar dan is het mijn beurt. Ik word dan de wethouder van Mindtopia. Holy shit, ik heb al tijden gewoon amper tot niks verdiend in Mindtopia. En ik hoop nu eindelijk dat ik gewoon wat in kan cashen. Een nieuwe huis krijg die ik ook heb gekregen. Laat ik straks ook zien. Maar ik moet helaas dan wel ontslag nemen bij Gijs. Ik weet niet hoe hij het zou vinden. Want even serieus, hij heeft me echt heel goed opgevangen. Hij heeft mij een huisje gegeven. Hij heeft mij een baan gegeven. Dus daar mag ik wel heel erg blij mee zijn. Ik loop nu ondertussen gewoon naar de maskerwinkel. Want ik ben benieuwd, want ik moet het hem natuurlijk wel eventjes uitleggen. Volgens mij, hij weet er al van. Hij heeft het al met David besproken. En hij noemde mij een beetje getikt. Ik weet niet wat hij bedoelt met getikt. Dat ga ik hem straks wel even vragen. Maar ik moet hem wel eerst melden dat ik eventjes ontslag neem van de maskerwinkel. Ik denk zelf dat Gijs het volgens mij ook heel druk krijgt met de maskerwinkel. Ik weet niet of het loopt of Joris. Geen flauw idee of Joris nog wel meldt met de maskerwinkel doet. Ik zal het eventjes vragen. Eventjes kijken of Gijs in de winkel zit. Want die heeft volgens mij een druk... Ja, hij staat daar achter de kassen met een hele nieuwe kostuum. Het is helemaal geen carnaval. Gekke Brabander, hè? Gekke Brabander. Oké. Okay. Yo, Gijs! Hey, Ronald! Yo, dat is lang. Hoe gaat het ermee? Goed, goed. Dit is lang geleden. Ja, hoe was je cruiseschipvakantie? Het cruiseschipvakantie was geweldig. Ik ben 3 weken lang op een boot geweest over de oceanen. Ik vond het leuk. Want ja, hè? Gijs neemt me hopelijk wel weer terug aan, zei die tegen meneer Lars. Oké, maar wacht. Ik wil even... Regel ik een appartement voor je. Ik neem je gewoon weer aan. En alweer ga je op vakantie. Ja, sorry. Kom door de stress. Jij hebt het gezien. Ik ben een stressvolle jongen. Nou, voor wat een stress heb je als bij de maskerwinkel werkt, hoor. Mooi. Maar Gijs. Zie je hoeveel klanten hier binnen zijn? Even vertellen, hoor. Even alle klanten tellen. Oké, oh my god. Misschien, wacht even. 0. Nee, hier is het ook geen klant. 0. Oh, er is niemand. Er is een kat. Maar dat is mijn kat. En die ja, maar om zomaar te zeggen, omdat wij de laatste tijd niet zo heel veel klanten hebben. Jij merkt het ook in je eigen portemonnee. Nee, ik ook. Ik ben gewoon weg. Ik ben al lang in Sunnyvale. Sunnyvale? Ik wou jouw bedrijfsleider hiervan maken. Dat jij gewoon heel de winkel kon runnen. Maar toen kreeg ik het verhaal te horen van... Ja, Ronald wordt wethouder. Oh, cool. Leuk dat je dat overlegt en zo. Van, hey, goh, Gijs, je hebt me zoveel geholpen. Je hebt netjes mijn 20.000 terugbetaald die ik had geïnvesteerd in dit bedrijf. Want samen zouden we dit ooit starten. Oh, hier, alsjeblieft. En dan is het gewoon in één keer van... Ja, ik ben weg. Nee, om zo maar te zeggen. Ik wilde wel, als ik afscheid zou nemen, zou het netjes. Kijk, jij hebt Joris nog, toch? Joris is letterlijk gewoon, zeg maar, de leverancier. Oké, maar dat wist ik niet. Maar om zo maar te zeggen, ik merk het in mijn eigen portemonnee. Ik moet ook gewoon mijn eigen huis proberen te krijgen. Jij hebt mij goed... Ik moet gewoon hard werken. Huh, wie zegt dat nou? Nee, er staat echt niemand maar buiten. Maar dat wil ik dus doen. Maar dan gewoon met een ander iets. David kwam naar me toe en dit leek voor mij de beste gelegenheid om keuzes te nemen. Om ook... meer inkomens te krijgen, wat meer macht. Nou, ik wil het niet misbruiken natuurlijk, maar gewoon... Nee, je wil het niet misbruiken. Knipoog. Knipoog. Dat kan ik niet met één oog. Nu twee, hè. Je hebt een masker op. Dus. Oh ja, ik heb een masker. Kijk, oké. Dus ik neem, om zomaar te zeggen, wil ik wel gewoon dat wij gewoon goede vrienden tussen elkaar blijven. Ook al noemde jij mij getikt. Nee, dat heb ik nooit gezegd, gekke man. Dat zei David. David zei dat je mij getikt noemde. Dan weet ik hier niks vanaf. Ik ben serieus nog sociaal voor jou geweest. Oké, vertel. Nou, ik heb vermeld dat je vaak op vakanties ging. Dat kan je niet ontkennen. Dat kan ik niet ontkennen, inderdaad. En als je er gaat werken, dan wens ik je veel succes. Want ze gaan zo erg achter je reet aan zitten. Dat weet ik. En dat is soms ook wel goed voor me, toch, Gijs? Even serieus. Ja, dan ben je weer 3 weken weg en zit je op een cruiseschip, hé.
Want ja, dan ben je weer 2 weken weg en dan zit je weer ergens op vakantie. Ja, ja. Excuus, oké? Okay? Excuus. Ja. Ik zie trouwens deze masker die ik heb gekocht. Ik wil graag nog een masker. Ik vind ze leuk. Ik vind ze leuk. Welk masker wil je dan kopen? Deze. De hel emoji. Ja, ja. Kost je wel 5000, hè? Maar het kost me 5000, maar om zo maar te zeggen, ik wil dan wel als goede vrienden, wil ik gewoon dat wij dat ik ontslag neem en dat wij nog wel gewoon partners blijven. Gewoon hele goede vrienden. En dan zetten we eventjes het zakelijke gedeelte aan de andere kant. Ja, de andere kant, ja. Oh, maak ik die factuur terug? Ja, ja, oh ja. Maar zal ik ook even het boekje laten zien die David aan mij heeft gegeven? Oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hier is trouwens je masker. Ja, thanks. Ik doe die eventjes op. Dan pak ik ook even voor ons administratie. Oké. De emoji. Nou, maar dan moet je wel eventjes die masker en de slope ook wel eventjes weghalen, hè? Ik wil wel uniek blijven met mijn masker. Ja, nee, dat zijn showmodellen, joh. Showmodellen, oké. Okay. Gelukkig maar, gelukkig. Het is niet dat iemand anders dat ding nu kan kopen, dus hey. Oh, oké. Okay. Hey. Maar hier, kom eens even naar me toe. Ik leg het eventjes hier, geef het hier aan je. Kijk, dit is het boekje wat ik aan David heb gegeven. Lees maar voor. Wanneer Just Ronald wethouder geworden is in de vierde termijn van 2015, ontvangt hij appartement 1A in het F5 gebouw. Zo, doe maar duur. Deze overdracht is permanent. Eigendomsrechten liggen bij de nieuwe eigenaar. De grondrechten blijven bij de eigenaar van het plot, de heer Dus David. Yes. Dus eigenlijk krijg je pas je appartement als je wethouder bent. Ja, ja, ja. Om zo met dat dus. Maar dat komt wel goed. Maar kom eens even mee. Kom eens even naar de burgemeester. Ik heb het met Las besproken. Ja. Om zomaar te zeggen, ik ben al wethouder. Die ander is ontslagen. Wie is dan ontslagen? Hoe heette die gast die heel inactief was? Die nooit wat voor. Heraton. Ja. Ik had het met Las erover. Ik zei ze van ja, maar ik ben pas officieel als David weg is. Maar toen heeft hij al een bordje weggehaald. Davids kantoor staat er nog, maar ik heb nu ook mijn eigen kantoor. Zo. Dus er is wel een soort van zekerheid nu. Nou. Dat is toch best wel fijn, Doe maar ruig, hoor. Doe maar ruig, het is toch fijn. Ik laat wel eventjes straks mijn kantoortje zien. Ik kan hem nog niet openen, denk ik. Oh, hij is gewoon ook dicht. Je hebt nog ik heb mijn sleutel. Ik heb mijn sleutel nog niet. Ja, hey, gekke man. Gekke man. Heeft nog geen sleutel van zijn werk. Ja, potverdriet. Dus eigenlijk kan ik je dan wel uit je huis flikkeren. Ja, dat kan. Okay. Maar dan kun je beter iemand anders neerzetten die het wel nodig heeft. Ja, gek hè. Dat regel ik allemaal dingen voor jou. Ik heb jezelf nog bedankt voor alles. Ja, maar that's it. Gewoon zo van, oh bedankt Ronald, bedankt. Ik moest jou gewoon geld teruggeven. Want ik heb geïnvesteerd. Maar dat was terecht. Dat moest je toegeven, dat was terecht. Ik heb ook bedankt tegen jou gezegd. Ja, oké. Okay. Zie maar. Hier, mooi kantoor zeg. Ja, mooi kantoor. Ik kan hem nog niet open. Maar nu ga ik ook even. Kom, we gaan even naar het F5 gebouw. Zo, doe maar ruig. Ja, kijk, de meeste dingen worden nog weggehaald daar hoor. Ik moet nog mijn eigen dingen kopen. Oh, je moet maar... ook... Krijg je daar niet eens voor goed? Dat hoeft ik niet, man. Ik vraag gemeentegeld aan. Gemeentegeld. Dat kan. Dan kan ik gewoon naar Las toe gaan en gewoon vragen. Of ga gemeente fraude plegen. Kan je ook doen. Nee. Ik ga geen fraude plegen. Maar wat zijn dan jouw plannen als wethouder? Hè? Van wat wil je gaan... Ik ga gewoon belangrijke keuzes nemen. Als mensen zoiets naar me toe komen en ze willen bijvoorbeeld iets plaatsen. Ik ga ten eerste kijken naar hun geld. Ja. Want om zomaar te zeggen, mensen met een laag budget, waar ik ook last van had destijds. Mm-hmm. Daar kun je niet echt vertrouwen op plaatsen, toch? Ja, nee, klopt. En dus ik ga wel... Klinkt misschien raar. Misschien wat mensen voortrekken die gewoon een hoger budget hebben. Want daar heb ik gewoon mijn vertrouwen in. Mm-hmm. En ja, dus ik ga wel streng worden. Ik ga niet overal ja op zeggen zoals wethouder Kees destijds deed. Dus je gaat ook geen smeergeld aannemen? Nee. Of bepaalde zaakjes, zeg maar, gewoon gelijk goedkeuren? Nee. Nee? Nee. Weet je dat zeker? Nee. Dat maar... Oké, maar kijk hier. Kijk, er staat nog David op, maar dit wordt een bos. David gaat het bureau weghalen. Ja. En de kisten. En ik krijg nog wel gelukkig de jacuzzi. Dus je bent omgekocht voor een jacuzzi. En een bed. En een bed en een bloempot. Het gaat meer dat ik weer een huis heb, oké? Nee. Wat is dit eigenlijk? Is dit al de douche of? Voor mij is dit de douche. Oké, dan vind ik het raar dat jij een gast van huis bij de douche hebt.
Ben jij zo'n persoon die eitjes maakt, zeg maar zo, terwijl ja, er eitjes. En dan heel de pan vol met water zit dat ei echt gewoon meer naar of water dat, of dat het zo vettig is en dat er ineens zo'n vet op je slinger komt. Maar doe maar duur hoor. Ga je het niet beter gewoon heel veel gaan slopen hier? Gewoon. Om zomaar te zeggen, ik mag dit verkopen. Verkoop het. Ja, dan kan ik ergens anders een huisje hebben. Dus zou ik heb, kunnen. Verkoop gewoon dit ding aan een fangirl, joh. Aan een fan, dat kan ook. Zou ik doen. Gewoon het appartement gewoon laten zo. Ja. En gewoon naar de fangirl gaan van, wil je in David's bed slapen? Oh, als je dat erbij... Oh, dat zou ik doen. Maar dat blijft tussen ons, oké? Ja, dat is tussen ons. Oké. Maar dit is dus ongeveer de bedoeling. Ik denk dat wij gewoon... omdat jij iets in... wat doe jij in Sunnyvale? Genoeg. Dus wij kunnen nog veel voor elkaar betekenen? Jij meer voor mij. Oké. Ik ga weer lekker geld van je afplunderen. Oké. Maar dan kan je wel een leuk vakantiehuis kopen. Woe! Ja. Want wie wil niet een vakantiehuis? Ja, echt hè. Maar dit wilde ik eventjes aan jou laten zien, Gijs. Ik vind het jammer dat het zo uit het niks is gekomen. Dat je er niet eerder bent langsgekomen van... Hij kwam naar mij toe, hè? Ja, maar dan had je toch gewoon kunnen zeggen... Ik moet het misschien even overleggen in plaats van... Ja, nee, doe het. Waarom zou ik het overleggen? Om even hard te zijn. Je hebt nog een contract bij mij lopen. Ik heb geen contract. Jawel. Echt? Ja, dat heb je ooit getekend, weet je nog? Oh ja. Oh ja. Ja. Zo'n flashback doen we nu hier. Oh ja. Dus eigenlijk hè, om hard te zijn, zit je nog een maand vast bij de maskerwinkel. Ja, maar om zo maar te zeggen, ik moet nog ook wachten tot David zijn keuze neemt hè. Ja, ik betaal je de maand niet hè. Ja. Oké. Ronald, wij doen nog lekker binnenkort een kopje koffie in. Sowieso. En als je succes met wethouder, zorg niet dat Mindtopia aftikt, dan komt het meestal wel. Ik wil wel eigenlijk dat even, de slager failliet gemaakt, hè? Zullen we die eventjes... Ik weet hier niks vanaf. Grapje. Ja. Maar was het tof om je gesproken te hebben. Binnenkort gaan we even een koffietje drinken in Sunnyvale. Ja, dag. Zeg ik mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Smash natuurlijk op het duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook op G-Type voor meer Mindtopia. Volg me op Twitter, Instagram en Snapchat. Dat staat nu in beeld. En zeg ik tot de volgende keer. Dag.